Maria! 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 Zou Maria hier zijn? Maria? Allee, waar is ze toch? Maria? Jongen. Ah, Maria, jij ging toch pannenkoeken maken? Goh, onnozelen! Oeh, dan was ik lichtjes mis. Zal ik hem maar zelf pannenkoeken maken, zeker? En wel weg. Yes! Ja! Dus, lieve mensen. Vandaag, 2 februari. Wat gaan we doen? Pannenkoeken maken. Speciaal voor Maria en kindje Jezus. Ja, kindje Jezus, die was 30 dagen na geboorte gepresenteerd in de tempel aan onze Heer. En daarom maken we allemaal speciaal daarvoor pannenkoeken. Ja, nu hebben jullie nu een beetje geschiedenisles gekregen. En omdat we een beetje op ons lijn letten, wil ik natuurlijk die pannenkoeken maken. Niet met ongezonde witte bloem of veel boter en suiker gebruik ik in plaats van witte bloem. Bijvoorbeeld havermout, voor botervervanger, iets anders als vetsoort, Griekse yoghurt. We gaan wel een beetje boter gebruiken in de pan. En als suikervervanger heb ik iets compleet nieuw, namelijk erythritol. Of hoe dat je het ook uitspreekt, erythritol klinkt nogal chemisch, maar uiteindelijk is dat totaal... Zie dat mijn pannen niet gevallen is. Hè. Anders heb ik... panbreuk, heb ik pannen. Dus erythritol. Dus wat is dat eigenlijk? Dat is een soort fruitsuiker. Dus het is niet echt een chemische brol aan dat jullie zouden denken. Het is gemaakt van fruit. Sorry dat ik aan mijn neus zit. Maar ik ga zebiet mijn handen wassen. Dat gaat niet pijs van, allee, wij gaan hier zebiet pannenkoeken maken en die heeft zijn handen niet gewassen. Nee, ik ga zebiet mijn handen wassen. Het is eigenlijk een suikeralcohol. Wat wil dat zeggen? Er zitten geen calorieën in. Het is eigenlijk veel gezonder. Het is zelf gezond voor je tanden in plaats van andere suiker dat heel ongezond is voor je tanden. Is dit dus gezond voor je tanden? Wauw. Ja, een ander voordeel is eigenlijk, ja, een voordeel. Het is laxerend, dus je moet wel opletten dat je er niet te veel van gebruikt. Maar het helpt wel om af te vallen. Dus dat is dus die erythritol. En ik ga dat in de toekomst wel een paar keer gebruiken voor... een beetje gebak te maken en zo. Maar ik ga jullie gewoon direct laten zien dat ik het hier allemaal ga maken en zo. Kom mee. Dus lieve mensen, voor mijn gezonde pannenkoekenrecept, wat hebben we daar juist voor nodig? We hebben daarvoor nodig 70 gram havermout, die we vermalen. Je kunt ook havermoutmeel gebruiken. Als suikervervanger dus die een befaamde erythritol. Je vindt het ook in de winkel onder merknamen Sucrin of van Pure Via bijvoorbeeld. Zolang dat je ziet dat het pakje 0 calorieën bevat en het aanvoelt als gemalen suiker, niet gelijk stevia. Dan doen we er natuurlijk ook melk bij. Ik doe er liefst van al amandelmelk bij. Dat is 125 gram. Dan nog vanille-extract. Voor een beetje smaak toe te voegen. Ook als vet 1 ei. En als bijkomend vet in plek van boter gebruik ik 25 gram Griekse magere yoghurt. Oké. Ziezo, we gaan eraan beginnen. Ze. Hopelijk is het beeld een beetje duidelijk. Binnenkort zal ik wel iets anders aanschaffen voor een beter beeld te krijgen. Maar momenteel moeten we het zo doen. Mijn excuses. Ja, om te beginnen, havermout, dus 70 gram. De havermout gaan we natuurlijk vermalen. Thank you.
Ziezo, die is redelijk goed vermalen tot bloem. Die zet ik dan al in een bowl. Hoppa. Erythanol, 50 gram. Voilà, 50 gram. Die gaan we dan ook weer vermalen. Als je die erythanol vermaalt, dan maak je eigenlijk bloemsuiker. Zie je? Dat is natuurlijk ook niet nodig als je geen maler hebt. Maar ik gebruik dat een beetje voor op de pannenkoeken te doen. Als er wat bloemsuiker op de pannenkoek kan altijd lekker zijn. Dus ik ga er een beetje van hier in een potje doen. Jepla. En de rest bij de havermeel. Zo. Volgende stap. ml amandelmelk. Ja, ongeveer 125, het is 127. Dat gaat het verschil niet maken. Wat nog? Een eitje. Een soeplepel Griekse yoghurt. Dus dit ongeveer. En dan wat vanillearoma of vanille-extract voor de smaak. Ziezo. Ja, kan niet te veel meer over, dus. Dit gaan we dan een keer mixen. Yes, weegschaal mag weg. De vloeistoffen doen we dan bij de havermout en de suiker. En ook terug mixen. Ziezo, het deeg voor ongeveer 5 pannenkoeken is klaar. Dus bak hem maar. Ondertussen zal de pan wel voldoende heet zijn. Dus een beetje vetstof bij. Ik ga zien of dat de eerste pannenkoek gaat lukken. Het zal straf zijn, want de eerste is meestal de lastigste. Zo, ik ga proberen of dat gaat lukken. Yes! Jepla! Vuur stond iets te heet, blijkbaar. Vuurwerk!
Nummer 2. Toeme, er moest toch geen mislukken, zeker? Ja, dat wil niet zeggen dat daarom minder lekker is, hè. Goed, en nu de laatste. Goed, de laatste is ook mislukt. Waarschijnlijk omdat de pan een beetje te koud geworden is. Kan gebeuren, maar ik heb er toch 3 dat gelukt zijn, dus die kan ik dan mooi dresseren voor een mooie finishing touch en een mooie afwerking. Ziezo, hier zijn we dan voor het belangrijkste onderdeel van het recept, namelijk de smaaktest en de versiering van de pannenkoeken. Dus gelukkig zijn er toch 3 gelukt. 2 wat minder, maar die ga ik straks opeten, maar die ga ik nu laten zien omdat dat redelijk messy is. Voor jullie de horror te besparen. Dus nu is dan dus het culinair aspect. Dus ik ga hier 2 pannenkoekjes pakken. Ziezo. Ja, ik had het zo moeten doen. Het is soms wel moeilijker, maar dan zullen jullie mij een beetje onnozel doen ook. Ik denk dat dat ook leuk is voor jullie. Dus 2 pannenkoekjes. In de pannenkoekjes, ja, je kunt bijvoorbeeld een beetje honing gebruiken of iets anders dat minder gezond is, gelijk bijvoorbeeld ongezonde suiker. Esdoornsiroop is ook wel behoorlijk lekker, maar ik probeer dat dus met verschillende alternatieven te doen. Ik gebruik dus gezonde vruchten, dus wat bosvruchten, verse bosvruchtjes, veel vitamine, voedzaam, lekker gezonde suikers. Dus ik heb hier een paar frambozen en bosbesjes voor. Dus die leg ik erop. Dan vouw ik een beetje toe. Hoppa. En nu de andere. Dus deze ook toevouwen. Oprollen. En nu die formale retinol ga ik erover doen, een beetje gelijk poedersuiker. Ziezo. Voor de zoete bekken kan je bijvoorbeeld, ik heb hier zo van die 0 calorieën esdoornsiroop. Je ziet, voor alles wat wils, je kan echt wel heel lekkere dingen eten zonder suiker. Waardoor dat ook heel veel mensen zouden vermageren, maar ik heb het niet nodig. Dus 2 pannenkoekjes met wat bosvruchten en zo. Hoeveel calorieën is dit? Ik heb ongeveer uitgerekend, voor 2 pannenkoekjes met dat fruit bij kom ik aan 300 calorieën. Dus 300 calorieën, dat is eigenlijk niks, hè. En daar hebben we ook
Daar zit geen witte bloem in. Dus die is eigenlijk gewoon pure havermout, weer al gezond. Dan gaan we een keer proeven, hè. Oh, overheerlijk. Overheerlijk. En op die manier denken mensen dat ik ongezond aan het eten ben, maar uiteindelijk is het gewoon heel gezond. 300 calorieën, geweldig gewoon. Oh. Tot later.